Even in alle eerlijkheid, aan geloof hebben we niet zo heel veel meer. In 2007 was volgens mij mijn eerste klimaattop die ik meemaakte in Poznan. Dat was nog het moment dat de VVD überhaupt ontkende dat er een probleem van klimaatverandering was. We hadden alle tijd om in rust, stapje voor stapje, klimaatverandering aan te pakken. We hebben nu echt minder dan 9 jaar. Dus ja, het is een noodsituatie waar we in zitten. Ik zeg het niet graag. En het gaat niet vanzelf goed komen. Dan moet je hele grote stappen zetten. En die stappen, die ontbreken voor mij. Dus ik zie de woorden, dat waardeer ik. Ik geloof ook in de oprechte intentie om dat er gelijk bij te zetten. Maar kan mevrouw Hermans mij dan bijvoorbeeld vertellen dat de plannen die nu in de begroting staan, tot hoeveel CO2-besparing dat zou moeten leiden? Mevrouw Hermans. Voorzitter, volgens mij heb ik heel duidelijk al gezegd toen ik net schetste hoe wij naar de klimaatmaatregelen van het kabinet kijken. Dat dit het begin is. De eerste stap. Nou, niet de eerste. We hebben al wel wat stappen gezet. Maar een volgende stap. Misschien moet ik het zo zeggen. En ik vind dus ook dat er meer moet gebeuren. Het moet ook, want we moeten die doelen halen. Daar is geen discussie over. Dat wil ik ook. En ik zie ook dat dat de tijd dringt. Mijn enige punt zit dat door zo'n woord op de situatie waar we in zitten te plakken, het dat bij mij niet oproept, met mij niet motiveert, het mij niet extra aanzet tot aan het werk te gaan. De heer Klaver, tot slot. Ik had, voordat ik aan mijn interruptie, ik had een vraag die nog niet beantwoord is. Hoeveel CO2-reductie wordt er gerealiseerd? Ja. Voorzitter, ik moet het eerlijke antwoord hier is dat ik het antwoord hier op schulden moet blijven. Dus dat moet ik nagaan. Ja. De heer Klaver. Voorzitter, dat is het hele probleem. Ik zie dat er heel veel geld wordt uitgetrokken voor klimaat. Dat is positief. Maar ik kan hem op een briefje, het staat niet gekwantificeerd hoeveel dat dan zou moeten opleveren. Maar het gaat er niet eens voor zorgen dat we straks de 49% doelstelling uit de klimaatwet, dat we die gaan halen. Laat staan dat het voldoende is om de 55% of 60% te halen die nodig is. Kijk, om klimaatverandering echt aan te pakken moeten we gewoon doen wat nodig is. En in een noodsituatie, noodbreekt wet, betekent het dat je grotere stappen kan zetten dan misschien comfortabel is of dan je zou willen. En daarom doet een woord als dit het wel degelijk toe. Het is niet voor niets dat de secretaris-generaal van de Verenigde Naties zegt, alsjeblieft lidstaten, zet die stap. Want als je dat niet zegt, dan krijgen we allerlei leuke plannen. Dan denken we, oh wat leuk, hier een beetje subsidie voor verduurzaming, hier een beetje subsidie voor elektrische auto's. Maar het is niet voldoende om klimaatverandering te stoppen.